Hallo, mijn naam is Enrique, 21 jaar. Ik kom uit Enschede. Ik werk als sales marketing medewerker in Joure. En mijn hobby's zijn fitnessen. Dus ik hou wel van sporten. En waarom ik mee wil doen met Mr. World Nederland is omdat ik een inspirerend model wil zijn voor vele anderen en laten zien dat iedereen het kan. Hallo allemaal, mijn naam is Enrique en ik ga het vandaag hebben waar ik me voor inzet, vooral de SDG 3. Die gaat over het welzijn en gezondheid. En waar we vooral over gaan hebben, is het stukje gezondheid. Natuurlijk, hè, wat ik hier al heb uitgebeeld, stukje sporten, is heel gezond voor je. Maar wist je dat je hersenen eigenlijk nooit rusten? Altijd als je slaapt of wat je ook doet, ze blijven doorgaan. Ze zijn eigenlijk nooit stil. Maar zie deze vrouw ook die hier lacht? Nou, die vrouw lacht wel, maar wist je dat 1 op de 4 mensen in de wereld problemen hebben met psychische problemen? Vooral de mentaalheid. Hier zie je ook natuurlijk, hè, mensen houden natuurlijk ook heel graag van knuffelen. Maar ook hier, jullie zien allemaal natuurlijk die vlag. Als jonge homo wist ik vroeger natuurlijk niet wat er aan de hand zou gaan en wat er zou gaan gebeuren. Toen ik uit de kast wou komen, was het niet anders en was het altijd een mentale probleem. Zelfs ik sta voor de jongeren en voor iedereen om ons heen die dit heeft. Je bent niet alleen. Ik zal mij zaterdag 3 augustus ook op de Pride gaan vertonen. En jullie allemaal laten zien dat het mentale probleem niet hoeft te zijn bij jullie uit de kast komen. Daarnaast het stukje van stress. En het stukje van stress, iedereen heeft het op hun. En je hebt het niet nodig. Het gaat echt weg. En een stukje fietsen natuurlijk. Hè? Want het fietsen, je houdt er niet van. Mooi weer, het is lekker gezond. En een stukje vakantie. Ik zeg heel eerlijk, na Mr. World ben ik altijd wel op tijd voor een vakantie. Daarnaast zie je hier ook wat vitamine C erbij. Helpt bij blauwe plekken. Een stukje fruit. Iedereen eet bijna geen fruit. Maar wist je dat fruit eigenlijk het belangrijkste onderdeel is van jouw gezondheid? En hiervoor gaan we. Dus samen, ik zeg altijd, samen kunnen we het samen doen. En niet alleen.